Ik heb de iPhone 6 uh, aangesloten op deze hartslagmeter, althans een vergelijkbaar model. Die heb ik op dit moment om. De hartslag is uh, nu 60 en je verbindt hem als volgt: uh, je gaat naar instellingen, naar hartslag. Nou, ik vergeet even deze koppeling. Dit is gewoon het begin. Uh, als je het nog niet gekoppeld hebt, dus je heb koppel gordel, dan kies je de onderste energiezuinige Bluetooth. Dan gaat hij zoeken, kijken hoe lang dat en duurt. Uh, ja. Nou, daar is hij al. Dan zeg je koppel en dan zeg je oké okay, omdat hij succesvol is. En dan gaan we terug naar de training en dan zie je dus de hartslag verschijnen. Kun je kunt dus gewoon continu trainen met de hartslag in Endomondo. Uh, werkt op de iPhone 6 uh, en ook op de iPhone 6 Plus.